Ik vergeet gewoon dat mijn auto zaterdag komt. Oh. Dat vind ik zo oneerlijk. Ik heb al 4 keer aan papa gezegd. Hier is een boom omgevallen. Ja. Hè? Nou, dit doe je echt gemeen. Dit wordt de nieuwe look van de keuken. En de... Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en ik moet nog een beetje stil zijn, want er slapen hier nog mensen in huis als het goed is. Behalve Jade van Vleet. Goedemorgen, meid. Goedemorgen. Vandaag lekker weer naar school? Of heb je toetsen vandaag? Ik heb toetsen. Oh ja, je hebt toetsweek, hè? Het is op dit moment 7:30 ochtends en ik ben ook dus lekker net wakker geworden. Ik heb heerlijk geslapen, dus dat is wel even fijn. Nogmaals, ik moet een beetje stil zijn, dus ik ga me maar even aankleden hier. De koffie gaat weer klaargezet worden. Hey, ben je wel ready als je bijvoorbeeld... Ja, loop maar weg. Loop maar weg. Ik pak jouw kopje. Oh. Ben je wel ready als je bij mij zou komen wonen, dat je elke ochtend een kamer op je hoofd hebt? Ja, maar als ik niet wil, dan doe je het gewoon niet. Oké. Okay. Ja, heb ik ooit wel eens nee? Nee, Jade heeft eigenlijk oprecht nog nooit geklaagd in de ochtend of iets van, yo, doe die camera nou eens een keer weg. Echt nou, nog nooit. Ik heb soms ook gezegd van zo, het is echt te vroeg. Ja, maar het is nu ook gewoon echt letterlijk 7:30. Ja. Jade heeft vandaag wiskunde. Gaat het lukken? Als er één ding is trouwens waar ik een hekel aan had op school, was het wel wiskunde. Ik deed wiskunde A trouwens. Wat doe jij? Wiskunde B? Wiskunde A. Oh, ook wiskunde A. Maar gaat het lukken? Nou, ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik heb gisteren een oefen-PTA gemaakt en daar had ik zeg maar uitgerekend een 8. Dus... Ja, maar nogmaals, Jade is altijd de persoon die zegt van, het gaat zo slecht. En vervolgens komt ze thuis, ja, ik had een 8,9. Dat ik echt denk van, yo. Dus waarschijnlijk komt het wel goed. Ik zit in de auto. Oh, stoelverwarming aan, want het is super koud. Jongens en meiden, oh mijn god, het is niet normaal. Binnen een paar dagen. En het voelt echt helemaal nog niet alsof dit gaat gebeuren. Maar het komt gewoon steeds dichterbij. Echt binnen een paar dagen ga ik gewoon mijn allereerste supercar ooit ophalen in mijn leven. What the... Oh, ik besef het me gewoon nog echt niet. Jongens, ik kijk al echt letterlijk een 1/2 jaar uit naar dit moment. Ik heb hem 1/2 jaar geleden namelijk al gekocht. Ik heb dus 1/2 jaar lang moeten wachten om bepaalde redenen. Ik heb er allemaal dingen op laten zetten. Hij moest op kenteken gezet worden, want hij komt uit een ander land. Ik heb ook voor wat andere redenen nog iets langer moeten wachten. Maar wow, yo, ik ben zo benieuwd, jongens. Ik heb hem dus ook nog niet in het echt gezien. Ze hebben me expres geen foto's gestuurd. Ik heb hem dus gewoon nog niet gezien. Deze week gaat het in ieder geval gebeuren, dus ik hoop dat jullie net zo hyped zijn als ik. Deze auto waar ik nu in zit blijft natuurlijk gewoon als mijn daily driver, dat sowieso. Dus dat, ik bedoel, deze auto is gewoon geweldig en super chill. Maar, oi, yo! Ik besef het gewoon nog niet dat ik hem over een paar dagen gewoon ga ophalen. Maar jongens en meiden, ja, er is dus een school, ik zit dus lekker in de auto en ik kan echt niet wachten. Oh, ik ben de dagen echt aan het aftellen. Mijn garage thuis is nog niet eens verbouwd, dus het wordt wel echt een ding waar ik hem ga neerzetten en alles. Maar nog eventjes dus, nog een paar dagjes. Het voelt ook gewoon extra raar en onwerkelijk, omdat ik dus letterlijk heel die auto nog niet gezien heb. Niet eens op een foto, niet eens in het echt. Ik heb er geen officiële testrit in gemaakt. Maar laat maar even in de comments weten of jullie een beetje hyped zijn of niet. En dan gaan we nu gassen! Nogmaals trouwens ook ontzettend bedankt voor het abonneren en alles de laatste tijd. Echt waar, zonder jullie had deze auto dus ook nooit werkelijkheid kunnen worden voor mij. Dus dat zeg ik al zo vaak natuurlijk, maar dat is gewoon wel echt zo. Dus als je nog niet geabonneerd bent, vergeet het zeker niet om erbij te horen ook. En dan gaan jullie het binnenkort dus, eigenlijk al heel snel, gaan jullie het zien. Deze week. Terug in mijn appartement. Wow, en kijk als je hier uit het raam kijkt, wat ze daar nou ineens nog aan het bouwen zijn, jongens. Dit is een drijvend kantorengebouw. Heel ziek wel. Allemaal veranderingen gelijk hier in de buurt. Zo apart om te zien. Terwijl ik net even weg ben. Het ziet er wel gaaf uit zo, hè. Kijk, dan een heel drijvend kantorenpand. Heel dik. Ik heb tegen jullie gezegd dat ik 1 april dit huis uit moet. Maar dat gaat dus waarschijnlijk eerder worden. Ik moet waarschijnlijk rond 26 maart er al uit. Heb ik zo afgesproken. Het aquarium wordt namelijk, zoals jullie misschien al weten, vrijdag overgezet. Dus vrijdag gaat alles hier wat erin zit, gaat allemaal eruit. En nogmaals, het gaat echt een dag worden met iets van 50 jerrycans. Dit allemaal overzetten, alle vissen in zakjes. Het wordt me een klus. Bizar. Maar hetgeen wat ik natuurlijk hoop is dat eigenlijk al mijn vissen het overleven. Want dat wordt wel even de vraag. Even de vissen eten geven. Ik ben trouwens... ik zag 1 dory. Ik wilde zeggen, ik ben mijn dories kwijt. Maar volgens mij zit ze gewoon allemaal in het rif. Ze zijn natuurlijk niet meer mensen gewend hier, omdat het elke keer leeg staat nu. Dus ik zie dat de vissen een beetje schuw zijn nu. Ze trekken steeds weg als ik in de buurt sta. Ja, daar gaat mijn dory. Kijk, dat is er 1. En ik heb er 2, maar die zal er vast ook wel zitten.
Oh, gelukkig. En we zitten weer op de weg. Even de post gehaald, wat je allemaal hier ziet liggen. Nog ontzettend veel wordt er naar mijn oude adres verstuurd, logisch. En nu kunnen we dus weer op naar mijn huis. Daar zijn we weer. Ik moet even het hek open doen, want hij zit nog op slot. Hey. Ja, dan stuurde me trouwens ook net een berichtje. Hey, mijn toets ging echt super goed. Ik zei het letterlijk vanochtend nog tegen haar. Ze moet echt niet zeuren altijd over dat ze het niet kan en wat dan ook. Oh, oh, oh. Zij is echt die leerling gewoon. Nu kan ik al helemaal niet meer wachten om het hierin te zien. Echt nog heel eventjes. En dan zie ik hier lekker mijn vissen lekker in rondzwemmen. Er zijn hier trouwens nu ook geen dieren. Want de katten die zijn dus naar de katsalon, om het zo maar te zeggen. Want daar worden dus de nagels geknipt, omdat die anders te lang worden. En ze worden gewassen, zodat ze minder haaruitval hebben. Dus er loopt hier helemaal niks nu rond. Trouwens, leuk feitje om ook nog te vertellen. Omdat deze bak dus groter is, worden de vissen ook groter in de bak. Die passen zich namelijk aan hun leefomgeving. Dus ze worden nog een stuk groter dan dat je ze nu bij mij in het appartement zag. Want eigenlijk zijn er nog steeds echt babyvisjes daar. Moeders! Hé, hey, we hebben dezelfde trauma. Wow. We hebben die ook gekocht bij GeoXL.nl. Zo, dit leek echt heel scripted. Alsof dit afgesproken was. Dit leek echt heel nep gewoon. Dit is niet afgesproken. Nee. Ik denk, oh leuk. Zo. Goeiedag, goeiedag. Goeiedag. Ja, ik had deze draag gisteren ook al, maar ik had even niks anders mee, dus vandaar. Oké. Mijn moeder die heeft dus mijn kindjes, zoals ik zei, naar de katsalon gebracht. Dus die komen straks terug. Het voelt wel echt leeg nu hier in huis. Ja, ik mis wel echt die twee rondlopende dombo's hier in huis. Dat dacht ik nou. Ik denk, als jij thuis komt, dan is het heel raar. Ja. Deur? En zijn mouwen niet? Nee. Nee, niks. Wij gaan weer even terug de auto in, want we moeten de poezesnoesjes ophalen. De snifferkatjes. Ik had heel graag met ze meegewild, maar dat mag dus niet door corona. Je mag niet met de katten mee, want ja, je mag dus gewoon niet naar binnen daar. Maar ze zijn dus helemaal gewassen en dit is dus een foto van het haar wat er allemaal afkwam. Dus dat is echt niet normaal gewoon. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Ja. Kunnen ze straks weer lekker schoon het huis in? Nou. Hè? Nou. Dikzakjes. Oh jongens, wat blijft dit toch een kutbrug. Zo smal. Ja, ik rijd er zo overheen. Hoor. Ja, maar die van jou is iets minder breed. Ik krijg net ook deze twee foto's. Oh, hoe ze erbij zitten. De katsalon. Jongens, het bestaat echt. Het was geen grapje, het heet gewoon echt zo. De katsalon. Huh? Ja. Heel veel katten, hè? Wow. Kijk eens, daar staan ze. Hebben ze zich een beetje gedragen? Ja, ging prima. Ja? Ja hoor. Kijk, ze zitten. Ivy zit hier. Isje zit hier. Ah, oh, schatjes. Hey, poesie. Hi. Oh. Hallo, ga je mee? En is er een speeltje erbij, of? Nou, ik stop. Dus iedere klant krijgt een... Oh, echt waar? Dankje. Oh, nou. Dus, leuk. Hij hangt aan mijn schouder. Volgens mij heb ik snif. Maar het voelt echt alsof ik mijn kinderen ophaal van de basisschool. Zo, nou, ja. Nou, gaan we ze even achterin zetten. Daar zitten ze dan. Kijk. Ja. Sniesje. Voor als je een beetje wil weten hoe dat eraan toe gaat met die katten dan. Oh, zit je net te mieuwen? Zit je net te mieuwen? Dat is dus ongeveer zo. Oh. Ivy is ook helemaal niks meer van de... Oh. Isha is klaar, maar hij zit helemaal half te slapen. Kijk eens. Helemaal nieuwe poes. Ik ga ze in ieder geval weer even lekker naar huis brengen. Mijn moeder moet nog even instappen. Die kan ik hier niet laten staan. Kijk, die staat hier. Zo, doei mam. Doei doei. Daar komt ze. Je zag echt de hand zo naar de greep. Jongen. Je zag je hand. Je hand zo. Ja, ik ga instappen. Rijd gewoon door. Uh-oh. Een hondendrol? In mijn tuin. Wat? Dat is apart? Ja. The fuck? Je hebt niet eens hond. Oh, echt waar joh. Geen idee wat daar gebeurd is. Misschien is het wel een mens geweest. Heel raar. Nou, dan komen ze weer. Dit voelt alsof ik ze weer gewoon voor het eerst ga loslaten. Kom maar lekker in, kom maar lekker in. Kom maar eruit. Hoppakee, dat is één. Ja! En de ander. Kom maar. Ja, je mag. Je mag sniesje. Ja! Oh, hij is toch nat? Oh, echt? Nog een beetje klam. Oh, je bent er nog nat. Ik ben nog nat. Ik denk dat ze echt dood en doodmoe zijn. Ik zie wel gelijk alsnog haren vliegen, maar het grootste is eruit in ieder geval. Kijk, ze lopen weer lekker. Hij heeft gelijk een dunne vachtje. Ja, hij lijkt wel dunner gelijk.
Ja, hij is nog steeds wel moddervet, maar... Zo, jongens en meiden. Lekker thuis is weer. Katjes zijn weer terug. Mooi allemaal bij elkaar weer. Ik ben dus vanochtend trouwens ook, wat ik niet gefilmd heb, ben ik ergens geweest om eventueel wat... samen te stellen voor hier bij de eetkamer. Ik moet natuurlijk nog namelijk eetstoelen hebben. En ik wil ook nieuwe barkrukken in mijn keuken. Nu heb ik wat schetsjes eigenlijk laten maken. Die er dus zo uitkomen te zien. Dit wordt dus voor 99% zeker de nieuwe look. Nou, 99 eigenlijk is het gewoon. Het is gewoon zo. Dit wordt de nieuwe look van de keuken. En de nieuwe look hier bij het aquarium. Dus dat gaat er wel echt heel mooi uitzien met die marmeren tafel die zaterdag komt. De stoelen die duren dan natuurlijk nog even. Maar ook hier zo komt dus een zwarte, dat zie je op die foto, komt dus een zwarte rails eigenlijk met alle mooie lampen eraan. Dus dat wordt wel echt ontzettend mooi. Wanneer dat gaat gebeuren? Heel snel. Maar datum heb ik nog niet officieel. Alleen, hey, de tafel die komt wel zaterdag, hè? Echt waar? Oh, oh. Dat wist ik niet. Dat kan niet. Dat kan niet, nee. Nee. Dan ga ik mijn nieuwe auto ophalen. Dat kan helemaal niet. Wow. Dan moet je dat verplaatsen naar zondag of maandag. Ik vergeet gewoon dat mijn auto zaterdag komt. Oh. Zo snel is dat al. Het kan je nagaan. Daarom, ik besef het me zo nog niet dat ik mijn auto ga ophalen. Wow, yo. Oh. Was je het echt vergeten? Ja. Nou, in ieder geval, er komt dus wel. Waarschijnlijk zondag dan komt hier de nieuwe tafel, denk ik. Oh, jongens, er gebeurt zoveel de laatste dat ik gewoon soms echt allemaal even kwijt ben in mijn hoofd. Om het even goed te vergelijken. Kijk, dit wordt dus zo... En dit wordt zo. Maar jongens, nieuwe keuken dus. Altijd top, helemaal mooi. Die gaat er even spik en span uitzien. Ook al, hij ziet er nu al helemaal spik en span uit eigenlijk. Dat sowieso. En zo heb je even met helemaal niet een hele dure aanpassing, gewoon straks een hele mooie nieuwe keuken. Of nou ja, nieuw, gewoon dat hij er even helemaal anders uitziet. Het voelt nog steeds als real life Sims. Altijd dat inrichten. Maar dat vind ik echt zo leuk. Oei, even naar buiten. Ja. Bij mij is er namelijk ook wat in de tuin ongevallen, zien we net. Laatst was ik hier met mijn vader, nu met mijn moeder. Zo, wat ruik jij lekker, moeders? Ja? Oh, als ze kijken, ze roken. Oh, ja, hier liggen takken. Ja. Nou, hier ligt sowieso heel veel takken en troep. Ik weet niet, hier ligt een bandje van iets. Ah, kijk eens aan. Hier, ja. Hier is een boom ongevallen. Zo, goeiendag. Wat een tak, nee. Nou. Zo, hallo. Huh? Moeten we daar even iemand voor bellen, of? Ja, oh, het is gewoon een hele tak. Ja, het is een tak, maar hij zit vast. Hij ligt gewoon helemaal los, joh. Oh, hij ligt wel los. Hij zit los. Ja, nou, trek hem maar hierheen. Oh ja. Zo. Zo is een halve boom, joh. Oh. Maar hij komt bij de buren vandaan, of niet? Dat is niet goed. Nee. Ik zie wel de boom waar hij bij hoort. Ja, die staat bij de buren in de tuin. De boom die je daar ziet, dat is hem. Ja. Hallo. Ik weet niet wat we hiermee moeten. Lekker. Ja. Ja, maar ja, dan ligt hij in mijn tuin. En dan? Ja, dan lag hij al. Ja, maar nu ligt hij nog meer in de tuin. Ja, dat is waar. Hij lag er eigenlijk wel goed. Als het binnenkort wat lekkerder weer is, moeten we maar even wat takken en allerlei dingen hier weg gaan halen. Want dan begint het een beetje met de tuin schoonmaken en weet ik veel wat. Potverdorie. Ik zeg het elke vlog. Het went niet. Nee, voor ons ook niet. Hè? Ja. Wat een huis. En dan te bedenken dat over een tijdje misschien nog gewoon een hele vleugel zo erbij komt. Ja, hier zo. Oh. Doei mamsje bamsje. Doei, doei. En nu even chillen. Wauw, als de zon zo doorkomt en die open haard erbij. Prachtig. Oh. Een van de weinige dagen dat ik eventjes alleen thuis ben. Want de komende dagen gaan zo druk worden. Dat gaat niet normaal worden. Dus ik ben nu even alleen gewoon. Ik ben trouwens wel benieuwd wat jullie van de keuken vinden. Dus laat me achter in de reacties. Jongens, ik hou echt van jullie, hè. Want we staan hier in de gang boven. Kijk, leuk. Ik had een idee of ik had aan jullie gevraagd in de vlog. Wat is nou makkelijk of mooi om hier aan de muur te doen? Het is hier namelijk kaal, zijn jullie. Dat waren jullie comments voornamelijk. Van joh, je moet echt op de lege muur daar doen. Nu is er dus een super gaaf idee. Wat ik echt heel mooi vind. Om hier gewoon een hele grote spiegel. Gewoon van hier tot daar zo helemaal te maken. En dan misschien met een verlichting aan de achterkant. Wat er ongeveer zo uit komt te zien. Dat is echt wel een heel lijp ideetje. Dankjewel. Ik heb echt wat aan jullie als jullie me advies geven. En dingen doorsturen op Instagram. Ik reageer niet op alle DM's, maar ik open wel heel erg veel. Dus sorry als je niet ziet dat ik, of als je ziet dat ik niet reageer. Ik doe mijn best, maar dat is misschien wel, wel lijp. Dus ik heb het gelijk. Ik heb het gelijk maar even gevraagd. Geeft ook heel veel ruimte, denk ik. Oh ja, en over deze kamer gesproken. Kom binnenkort een vloertje in, de 27e. Maar Jade is hiermee bezig. Dus dat mag Jade binnenkort zelf in de vlog gaan vertellen wat ze hiervoor een leuk idee heeft. Deze vloer klinkt echt eng trouwens, alsof het...
zo instort. Ik zit weer in de auto, jongens en meiden. Want ik ga naar mijn ouders toe. Ik ben er echt weinig de laatste tijd. Hè. Dat is echt zo. Ik woon namelijk ook iets verder weg van ze nu. Maar ik heb het ook gewoon veel te druk met mijn huis en alle andere dingen die daarbij komen kijken. Dus vandaar dat ik een stuk minder bij hun ben. Oh, is toch heerlijk zo. Die lucht nog lekker blauw, nog lekker licht. Het is 6:30 s'avonds. Tijd voor een liedje. Wie is daar? In mijn oude buurt. Oh jongens, ik kan niet wachten om hier met de nieuwe supercar aan te komen. Oh, dat wordt wat. Dat is echt een jongensdroom. Ook een meidendroom misschien wel hoor. Maar om in de buurt waar je bent opgegroeid en groot geworden bent, gewoon aan te komen met een supercar waar je zelf voor gewerkt hebt. Wow. Nog eventjes. Sorry dat ik het er zoveel over heb, maar het komt nu zo dichtbij. Ik begin het steeds meer te beseffen en te beseffen. Hey. Zo, wat een timing. Hey, op wie hebben jullie gestemd? Op, Oh, oké. Okay. Grappig hoe een ding dat eigenlijk is, hè? Dat mensen dat gewoon nooit echt zeggen of durven te zeggen op wie ze stemmen. Sommigen zie ik dat wel heel erg doen. Op wie heb je gestemd? Ik ben... Op mezelf. Ja, nou, ze gaat allemaal niet zeggen. Hè? Ik had jullie een badkamer-update beloofd. Komt-ie. De deuren moeten ook nog steeds vervangen worden. Oh, kan de licht aan? Wow! Hij is nog steeds niet klaar, hè? Nog steeds niet, maar ik zie wel, kijk. Hier komt een hele mooie verwarming nog. Oké, ja. Hij moet eigenlijk alleen maar afgewerkt worden. Hier komt de spiegel natuurlijk. Ja, dat wist ik al. Het verschilt eigenlijk niet heel veel met wat ik het als laatste gezien had, inderdaad. De muren en de voegen. Oh ja, kijk jongens. Dat is helemaal gevoegd. Er zit hier een beetje goud of zo in de... Glittertjes in de lijntjes, zo, de voegen inderdaad. Oké, okay, maar nu zie je het goed als ik de camera beweeg. En de douche, hier moet nog een glazen wand. Ja, maar dit had ik ook wel gezien. Ja. Dat had ik ook aan de kijkers laten zien. Ja, hier is helemaal gevoegd. Maar de grootste verandering is inderdaad dit hier op de muur. En dit hing er ook nog... Oh, dat hoort daar niet eens. Oh. De echte vraag is, zijn jullie blij ermee? Super blij. Ja, heel blij. En wanneer wordt mijn badkamer gedaan? Opvragen. Van badkamer evolutie. Ja. Kijk. Radio uit de muur. Hey. Hele grote boxen te hebben, maar ik vond dit wel heel leuk. Je bent echt nog lekker ouderwets. Lekker een radiootje uit de muur. Ja, maar het is wel een mooi radiootje. Ja, het ziet er wel mooi uit. Een glasplaatje. Ja. Ik gebruik gewoon een dikke Stolos box in de badkamer. Vind ik veel handiger, maar hij wilde per se iets uit de muur. Omdat als hij dan uit bed komt, hoeft hij alleen maar op een knopje te drukken die aangaat. Anders moet je ik weet van wie ik mijn lui uit heb. Anders moet je eerst je telefoon pakken. Ja, wow, wat erg zeg. Nee, en dit is heerlijk zelf. Ja, okay. Eén knop en klaar. Je bent gewoon lui. Kijk, mijn moeder had vandaag een trui aan. Mijn vader heeft vandaag een trui aan. Maar je ziet wel gewoon dat mijn zuster eigenlijk, die staat gewoon niet voor mij klaar. Hè? Dat vind ik zo oneerlijk. Ik heb al 4 keer aan papa gevraagd of hij een trui mee. Zie je, zij vindt mij gewoon niet leuk. Zij steunt mij gewoon niet. Nee, ongelooflijk eigenlijk. Waarom doe je dat? Nou, dat vind ik echt niet leuk dat je nou zo'n zuster... Nee, Mel, waarom, zeg maar, je hoort toch je broer te supporten? Nou, ik vind het echt niet leuk. Ik ga je echt niet antwoord op geven. Ik heb het al 5 keer aan jou gevraagd, waarom of niet? Maar je neemt er de hele tijd geen 1 mee. Ja, maar ik weet niet welke maat je hebt. Dus eigenlijk ligt het aan hem. Dus eigenlijk is hij de boosdoener. Ja. Nou, in het lichtblauw. Dus ik weet het al. Oh, in het lichtblauw. Ja. Ik voel, ontstaat er een ruzie tussen jullie? Ja. Of... Hey, even een applaus trouwens voor papa. Dat hij al gewoon, ik denk, een week lang niet gegamed heeft. Ik denk al 2 weken niet, hè? Lekker bezig, Pik. De verslaving is aan het verdwijnen. Ja, maar dat kan ik heel goed. Ik kan me er helemaal instorten. Dat is wel echt zo. Maar dan kan ik ook ineens even helemaal klaar mee zijn. Heel goed. Mijn vader stond een beetje bekend als alleen maar gamen in de coronatijd laatste jaar. Elke keer in de vlog kwam ik boven, zat hij te gamen. Maar het valt nu mee, inderdaad. Het is goed. Nou, dat was van korte duur. Melanie zit hier net trouwens even de papieren te ondertekenen van de borstvergroting. Dus dat was wel echt nice. Jezus. Waar vertel je dat nou? Oh, mag dat niet vertellen? Grapje. Kusje. Nee, ik heb mijn verstandskies uitgetrokken. Love you. Oh, maar... Ik ben corona getest gisteren. Ik zie dat ze een hele gele wang heeft hier. Ja, lekker. Nee, dat zie ik. Zie je het daar? Van een verstandskies. Oh. Oei. 41 minuten naar huis en we komen aan om 21:03. Dat wordt planken. Home alone. Hey, toch niet home alone. Oh, er ruikte hier iemand lekker. Zo, ben jij dat en jij daar? Vraag je aan jullie. Jongens, ik heb dus gisteren een aanbod gekregen van iemand die mijn Porsche een andere kleur wil rappen dus. Pardon. Het kost me helemaal niks. Ik hoef er helemaal niks voor te doen in principe. Maar ik weet dus alleen niet welke kleur die het wil doen. En dat is dus de verrassing. De vraag is nu aan jullie. Moet ik het wel of moet ik het niet?
doen. Wel of geen toestemming geven. Dan kan het misschien al deze aankomende weken gebeuren. Dus ik weet het niet. Ik laat de keuze aan jullie over. Jullie mogen stemmen. Ik heb nu in mijn U-app, mijn Philips U-app, echt zo één zielige lamp staan. Ik heb er ook maar één. Moet echt wel even nog wat bij komen. Even wat sfeerlamp. Ik heb nu dus alleen maar deze, zoals jullie weten. Misschien hier ook kleuren spots in de badkamer. Ook wel sfeervol. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, meneer. Er ligt hier naast mij iemand te vaart slapen, jongens. Maar jij zit even een hele kamer al in te richten in mijn huis, hè? Nou, dit doe je echt gemeen. Nee, ik heb jou toestemming gegeven daarvoor. Jij mag een kamer inrichten in mijn huis. Ja. En jij negeert me al de hele dag. Ja, die heeft al een paar dingen doorgestuurd. Dit is één voorbeeld wat ze eventueel wil doen. Is wel leuk. Ze wilde dus misschien ook iets met een glazen wand doen. Dus dat is wel een leuk idee. Ja, nee, jij negeert me. Dus ik kan niet verder met elkaar. Nee, ik ben gewoon niet zo goed op WhatsApp. Nee, jij negeert me. Nee, WhatsApp is gewoon niet zo mijn ding. Petitie. Je mag mij niet meer negeren. Petitie. Ja, dat moet niet zo zijn. Die had ik niet eens verzonnen, maar oké. Okay. Ik ben nog steeds met Jara aan het bellen, jongens. Ze heeft een heel plan voor de kamer. Ik ben echt benieuwd. De meubels die komen trouwens echt waarschijnlijk dit weekend al. Dus leuk. Moet je horen. Wat? Moet je horen. Nee. Oh. Ik wist het. Heerlijk. Dit is wat geen katten naar boven met je vloerbedekking doet. Tenminste, lekker helemaal schoon en geen kattenharen. Oh. Oh, ik ben echt blij met het sfeerlicht wat hier staat. Jongens en meiden, dit was in ieder geval de vlog voor vandaag alweer. Echt een beetje de stilte voor de storm, om het zo maar te noemen. Want de komende dagen gaan zo ziek worden en lijp worden. Maar dat ga je allemaal morgen, overmorgen, de dag daarna allemaal zien. Dus ik hoop dat jullie ready zijn. Ik ben niet ready, dus dan weten jullie dat. Maar ik ga nu dus lekker slapen om morgen vroeg op te staan. Dus jongens en meiden. Ik wil jullie nogmaals enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 5:30 is er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus vergeet niet om te abonneren hieronder. En dan zegt er iemand op FaceTime: later! Yeah!